ben Gwendoline Kempmeer. Ik ben 21 jaar oud en ik woon te Kapellen aan den Bosch, waar ik mijn eigen schoonheidssalon heb, La Petite Belge. Mijn passie is make-up en in plaats van gelnails. Dankjewel. Leuk. Het is allemaal, hoe ben je bij La Petite Belge gekomen? En misschien ook niet onbelangrijk voor onze jury. Wat doe je nu het liefst in jouw salon? Het liefste doe ik eigenlijk het plaatsen van gelnagels, omdat je de nagel perfectioneert. Dus ook mensen met trauma-nagels kunnen opnieuw mooie nagels brengen. En ik ben op de naam van La Petite Belge gekomen, omdat skintje liep ik altijd naakt door Spanje. En dat was mijn naam geworden, dus ja, bij deze. Zeer leuk. Geef haar nog een applaus, dames en heren. Ik ben 29 jaar oud en ik kom van Loekristie. Sinds 2010 heb ik mijn eigen schoonheidssalon, Santi Bene. Mijn voornaamste specialisaties zijn definitieve opharing, wimperextensions en het plaatsen van kunstnagels, maar ik maak onder andere ook mijn eigen juwelencollectie. Dankjewel. Ja, ik zit hier niet zodat de mensen vooraan ook een beetje kunnen meevolgen. Wat je te zeggen hebt, je klinkt zeer ambitieus. Mag ik dan vragen waarom jij vindt dat jij de perfecte ambassadrice zou zijn, want je doet al heel wat in jouw salon. En juwelen, vertel. De perfecte ambassadrice, dat durf ik niet zeggen. Ik denk dat we hier met 2019 ondertussen fantastische vrouwen op het podium staan en ik gun het echt oprecht iedereen om te winnen. Hey! Maar jezelf toch ook wel, daar ben ik van overtuigd. Koffie, schat. Hallo iedereen en juryleden. Ik ben Julie van den Bergen en ik ben 21 jaar en ik kom uit Ieper. Motivatie, enthousiasme en creativiteit zijn drie van mijn beste troeven. En ik ben verder gespecialiseerd in make-up en nagels. Dankjewel, het klinkt ook weer allemaal zeer ambitieus. Nu, het gaat een beetje om wellness en beauty. En stel nu dat ik jou zou vragen, want er zijn ook nog heel wat dames backstage die heel wat behandelingen geven. Wat is dan zelf zo jouw favoriete behandeling en waarom? Om te krijgen vind ik een gelaatsverzorging altijd heel tof. En om te doen, doe ik heel graag ook de massages. En de twee te samen, dat is gewoon het ultieme einde. Geef ze nog een applaus, dames en heren. Mijn naam is Shanti Jessie Leroy. Ik ben 20 jaar en ben afkomstig uit Ninoven. Ik ben 3 jaar geleden afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. En ik zou heel graag binnenkort mijn eigen zaak openen. Dank je wel. Shanti, als ik dan denk aan een eigen zaak openen, dat is ook niet heel gemakkelijk. Wat heeft voor jou de doorslag gegeven? En wat wil je vooral bereiken met jouw zaak? Wat zou je de dames en de heren in de zaal bijvoorbeeld kunnen aanbevelen? Op zich is de sector gewoon mijn passie, waar dan ik al kleins af aan van droom. En ik wil dat doorgeven aan iedereen, dat ze zich eigenlijk goed moeten voelen, dat ze zelf zijn. Gewoon jezelf zijn en net een tikkeltje hulp extra krijgen om nog meer te stralen. Wel, jij doet dat alvast vanavond. Proficiat. Goedenavond iedereen, beste leden van de jury. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Elka Verstraeten, ik ben 24 jaar. Ik ben afkomstig van Kennebooi, waar ook mijn salon gelegen is, Ivy Beauty and Care. Met specialisaties in wimpers, nagels en mijn grote passie make-up. Dankjewel. Wel, we zijn natuurlijk op zoek naar een geschikte ambassadrice. Wat vind jij of wat zou jij vooral nog willen veranderen in die sector, stel dat je vanavond verkozen wordt? Wat ik graag zou veranderen in deze sector. Vooral de vestigingswet, dat niet iedereen zomaar schoonheidsspecialist kan worden, want dat wordt wel heel erg onderschat. Dat vind ik heel erg jammer. Ik denk dat degenen die het moeten weten, dat alvast in hun ogen geknoopt hebben. Proficiat, dankjewel. Goedenavond allemaal, leuk dat jullie hier zijn. Ik ben Kelsey, ik ben 21 jaar en ik woon in Lommel. Ik ben vorig jaar afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. Ik ben daarna gaan werken op Centerparks in de wellness als schoonheidsspecialiste. En momenteel volg ik nog een avondopleiding als nagelstyliste. Dank je wel. Kelsey, je bent nog niet zo lang geleden afgestudeerd, dus je hebt nog een heel professioneel parcours voor jou. Wat is jouw ultieme droom? Om in de toekomst mijn eigen salon te kunnen openen en dat het succesvol wordt. En wat zou je dan vooral, welke behandelingen zou je vooral geven of waar zou je in specialiseren? Ik denk massages, dat vind ik wel zeer leuk om te doen. En wij vinden dat leuk om te krijgen. Succes nog! Ik ben Bardien Tolet, ik ben afkomstig van Oudenaarde. En 4 jaar geleden heb ik mijn eigen zelfstandige zaak opgericht naast mijn fulltime job als apotheker.
Mijn zaak is eigenlijk als sport- en voedingscoach dat ik actief ben. En mijn doel is vooral mensen veel gezonder en veel gelukkiger maken. Mensen gezonder en gelukkiger maken, kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Welke tips zou je de mensen hier in de zaal vanavond bijvoorbeeld kunnen meegeven? Waar ik voornamelijk op werk is eigenlijk op mensen helpen naar afslanken. En ja, gaat er enorm veel voldoening uit wanneer een persoon eigenlijk zijn doel bereikt heeft. En die mensen zijn veel gelukkiger. En dat maakt, is voor mij eigenlijk heel belangrijk. Ja, en sowieso als je gezonder leeft, dan ga je sowieso veel gelukkiger voelen. Dat is eigenlijk de beste tip dat ik iedereen kan geven. Mensen en Comprisanum. Proficiat alvast. Mijn naam is Laura Hakking. Ik ben 23 jaar. Ik woon in Kortestem. En ik werk als schoonheidsspecialiste en massagetherapeut in Bonnes in Hasselt. En dan ben ik sinds kort ook gestart met mijn eigen zaakje, Lorella, in Kortestem. Dankjewel. Wel, ook voor jou, een vraag die in me opkomt als ik zo... Ja, ik hoor heel veel ambitie nog, hè. Wat zit er nog allemaal als verborgen schatten in jou? Ik zie dat je een beetje zenuwachtig bent, maar dat is helemaal nergens van. Die supporters die zijn er ook om jou te steunen en wij ook allemaal. Maar wat zou je nog echt graag willen doen? Ja, ik heb het altijd heel leuk gevonden dat ik mensen met een goed gevoel naar huis kon laten gaan. Dat ze stralen, net dat tikkeltje extra geven. Dat geeft mezelf heel veel voldoening. Wel, jij straalt en ik ben ervan overtuigd dat je heel wat mensen met een goed gevoel naar huis gaat sturen straks. Succes! Hallo iedereen, hallo mensen van de jury. Dankjewel dat iedereen gekomen is vandaag. Ik ben Anne-Lore Hazevoet, ik ben 23 jaar en ik woon op dit moment in Tongeren. Ik ben afgestudeerd als schoonheidsspecialist en ik zou volgend jaar graag een bijberoep willen gaan. Ik wil nog veel leren, ik wil nog graag een opleiding doen voor behandelingen voor mensen met kanker, make-up artist en gel nagels plaatsen. Ik heb nog een andere passie en dat is zingen. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ja, ik ga niet vragen om een stukje te zingen, al denk ik wel dat dat heel tof zou zijn. Maar wat mij vooral opviel in jouw presentatie is dat je als jonge dame, jonge meid, toch kiest om specifiek die behandelingen te doen voor mensen die kanker hebben van waar? Ik vind eigenlijk dat er veel te weinig aandacht aan wordt geschonken. En ik vind dat die mensen ook die extra voldoening moeten kunnen voelen en daarmee. Absoluut gelijk. Ik vind dat een heel, heel mooi gebaar. Benieuwd wat je nog voor ons in petto hebt voor de rest van de show. Tot straks. Goedenavond iedereen en juryleden. Mijn naam is Eline van de Weijer. Ik ben 22 jaar en woon te Aarschot. In juni ben ik afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en ik hoop na mijn opleiding mijn eigen zaak te openen. Dank u. Wat ik me dan afvraag, hè? We hebben hier onze juryleden. Een hele zaal vol supporters. Stel nu dat die supporters ook allemaal zouden mogen stemmen. Waarom zouden ze dan op jou moeten stemmen? Ja, omdat eigenlijk, ik zit nu in een sector waar mijn droomjob is. En ja, ik denk dat ik nog wel heel goed de sector ook zou kunnen promoten. En heb je al een idee? Heb je daar alles over nagedacht hoe je dat zou doen, die sector promoten? Ja, ik zou eigenlijk ook vooral de mensen in het daglicht willen zetten die vooral leren hebben, kankerpatiënten of kinderen voor. Klinkt ook zeer veelbelovend en zeer ambitieus en daar gaan we jou natuurlijk ook in steunen. Kandidaten nummer 10. Bonsoir, chers jury. Bonsoir, messieurs, mesdames. Je m'appelle Besange Christine et j'ai 24 ans. J'habite à Steenhoekerzeel. Je suis esthéticienne et styliste d'ongles et j'espère de pouvoir représenter le secteur de bien-être et de devenir la nouvelle ambassadrice de Miss Wellness Beauty 2018. Goedenavond, beste juryleden, goedenavond, publiek. Ik ben Besange Christine, ik ben 24 jaar oud. Ik woon in Steenhoekerzeel en ik heb sinds 6 jaar mijn eigen schoonheidsinstituut, Schoonheidssalon Christine, genaamd. En ik doe mijn werk nog steeds met zoveel liefde en passie. Dankjewel. Merci beaucoup Christine. Alors racontez-nous quels sont les soins préférés pour vous. Le massage japonais, car pour les gens qui ont beaucoup de maux de tête et les migraines, ça aide vraiment beaucoup et relaxer les gens. C'est pour ça que je suis devenue esthéticienne et que je reste faire avec beaucoup et avec mon cœur. Merci.
Goedenavond allemaal. Goedenavond beste juryleden. Ik ben Iris in de Herberg, 22 jaar, afkomstig uit Zonhoven. In mijn bijberoep heb ik mijn eigen zaak, Boutique Iris. En daar ben ik schoonheidsspecialist en kapster. Dankjewel. Ja, opnieuw een dame uit Limburg. Heb je zo bepaalde evenementen of verzorgingen die je heel graag doet bij de mensen? Welke verzorgingen doe je het liefst bij de mensen? Eigenlijk het liefst gewoon een totaalpakket. Bijvoorbeeld als mevrouwen een bruiloft hebben, om ze dan en hun haren en hun make-up allemaal te kunnen verzorgen. Dat doe ik het liefst. Het totale pakket als ze een speciale dag te vieren hebben. De communies komen eraan. Zijn er dan ook mama's die meer en meer zich willen laten opmaken? Ja, inderdaad. Daarvoor kunnen ze ook bij jou terecht. Inderdaad. Oké, voilà, geef ze een applaus, dames en heren. Iris, dankjewel. Hallo iedereen, ik ben Julie van Engelgaard. 22 jaar, ik kom uit Westminster. Ik ben een naaldstyliste en ik hoop al binnenkort mijn eigen schoonheidssalon te mogen openen. Goedenavond ook. Zeg, vertel ons eens, waarom heb jij gekozen voor de beauty sector om in te werken? Het is mijn passie al, allee, het is mijn droom al, van kleins af aan. En ja, ik wil gewoon de vrouwen relaxed bij mij. En om het er terug extra vrouw te voelen. Dankjewel en heel veel succes. Wie weet word jij wel de nieuwe ambassadrice van mijn wellness en beauty. Goedenavond iedereen, ik ben Sibel Sahin. Ik ben 22 jaar en kom uit Aarschot. Ik woon samen met mijn geliefde man en mijn kind Lucenzo. Ik heb sinds enkele maanden een eigen YouTube kanaal. Dat houdt in dat ik first impressions geef over make-up. Een eerlijke first impressions, reviews. En daar zing ik echt heel veel liefde en passie in. Dankjewel. Ja, vertel ons dan eens, als je van die tutorials maakt, wat is op dit moment de trend in de make-up wereld? Zeker de highlights. Nu komen ook de festivals terug op. Al van diamanten, de highlights, daar komen sowieso heel veel tutorials op mijn YouTube kanaal. Dus zeker volgen voor tips en tricks. Welk is jouw kanaal? Waar kunnen we je vinden? CB Beauty. Okay, goed, we gaan het opzoeken. Heel veel succes. Goedenavond, ik ben Anissa Beerta. Ik ben 18 jaar en ik ben van Lumme. Ik heb bijna mijn diploma als schoonheidsspecialiste en ik wil misschien mijn eigen zaak openen. Dat is. Dankjewel. Ook nog een dame die aan het studeren is. Waar droom jij van binnen de beautywereld? Ik droom ervan om mijn eigen zaak te openen. En ik heb heel veel stress nu. Ik wil massages aanbieden en glaasverzorging. Daar wil ik mij aan specialiseren. Ik ben graag met spieren bezig om die los te maken en om de huid er jonger te laten uitzien voor glaasverzorging. Dankjewel. Heel veel succes, ja, die zenuwen die horen er natuurlijk. Goedenavond iedereen, ik ben Klasse Anke, 32 jaar en ik woon in Bilzen samen met mijn lieve man en twee kindjes Navarro en Kelly. Ik heb sinds 2008 mijn eigen zaak, Nail & Beauty Center Anke, waar we onder nagels doen, schoonheidsverzorging. Goedenavond. Ja, je hebt een leuk zinnetje. Wat vinden zij ervan dat je meedoet aan deze verkiezing? Leuk, ze zijn heel fier op mij. En waarom zou jij dan de ideale ambassadrice worden? Omdat ik al heel lang in de sector zit en ik veel ambitie heb en ik verder wil doorgroeien. Dan wensen we je alvast heel veel succes. Dankjewel. Ik ben 28 jaar en ik kom uit Schouwbroek. Ik werk als schoonheidsspecialiste en kapster bij Aquapuur. Dankjewel. Vertel ook jij eens, waarom heb je gekozen voor de beautywereld om in te werken? Ik doe het als kind af aan en het is gewoon mijn grote passie. Ik doe het graag. Waarom zou jij deze verkiezing moeten winnen? Omdat ik al veel ervaringen heb en ik wil net een stapje verder gaan en de sector vertegenwoordigen. Goed, en ik denk dat je dat ook op een goede manier zou doen. Ja, ik ben 19 jaar en ik kom uit Hasselt. Ik ben schoonheidsspecialist en kapster. Dankjewel. Je bent schoonheidsspecialiste en kapster. Als je nu één van de twee zou moeten kiezen, welke kies je dan en waarom? Ik zou liever voor kapster kiezen. Waarom? Ja, ik doe heel graag herenkappen. Ja, dat lukt mij veel beter dan. En welke zijn de trends op dit moment bij de vrouwen dan?
overgang. En wat doe je dan met overgang? Overgang is dat van beneden. Hele kleuren. Dus van alles. Alles kan en alles mag. Oké, heel veel succes. En zeer goede avond, beste supporters. Dat zijn de mijne. Beste sponsors, beste juryleden. Mijn naam is Saar Jacobs, ik ben 26, lentes jong. Ik kom uit Lier, ik ben daar ook geboren. Tijdens mijn bachelorstudies in de toegepaste taalkunde heb ik mijn eigen beauty consultancy bedrijf opgericht en dat heet ICOM. Ik hoop dat jullie nog een zeer fijne avond hebben. Dank u. Dankjewel. Ik hoor daar iets van een eigen consultancybureau, ICOM. Wat doe je dan daar juist in? Je kan eigenlijk zeggen dat ik een beetje een gepassioneerde duizendpoot ben. Ik doe dus nageltjes. Ik ben ook make-up artist. Ik doe ook hairstyling. En ik doe dat echt met enorm veel liefde. Ik heb dus ook echt voor mijn passie gekozen in plaats van eigenlijk mijn studies. Ja, maar je moet je hart volgen. Dat is zeker een bestaan. En zoals ik heb gezegd, ICOM is de naam van mijn zaak. En dat is omdat ik echt een icoon, een voorbeeld wil zijn voor de zelfstandige vrouw anno 2018. Oké, heel veel succes. Wie weet, wordt ook jij wel de nieuwe ambassadrice.